Ik moet u vragen toch terug te gaan naar het pad, meneer. We moeten terug. We hebben het pad niet voor niks. Afgelopen zondag werd een 2-jarig jongetje gebeten door een grijze wolf toen hij zijn arm door het hek stak. Een dag later pakte een wolf een andere jongen door het hek heen en beet hem in zijn been. Heb je het gehoord? Er is een jongetje in zijn hand gebeten door een wolf. Nou, je moet je voorstellen dat wij hier al 6 jaar wolf in hebben lopen en dat het nog nooit gebeurd is, dus dan sta je helemaal perplex. Maandagochtend zit ik in de auto en dan word ik gebeld van er is nu een jongetje in zijn knie gebeten. Nou, dan is de tijd voor discussie voorbij. Dan moet je direct maatregelen gaan nemen. En dat is wat je hierachter ziet gebeuren. Wat kun je doen? Je kunt ze alleen maar erg goed in de gaten houden. En misschien dat de mazen van het hek kleiner moeten. Dat kan ik hier vandaan niet zien. Het is te ver weg. Er wordt druk gewerkt aan een extra barrière voor het hek die extra veiligheid moet geven. De incidenten hebben veel indruk gemaakt op de verzorgers. Ja, het hele handje had er wel af kunnen zijn. Ja, wat dat betreft is het in deze situatie beter afgelopen dan het had kunnen aflopen, ja. En zeker kinderen die zien een wolf en die denken, mooi, dat moet ik even zien. Wij doen er alles aan. We willen voor de dieren een mooie plek en willen dat mensen een leuk dagje uit hier hebben om de dieren te zien. En dan hoort dit er niet bij. Gelukkig liep het voor de kinderen goed af. Hoenderdaal hoopt met de nieuwe maatregelen incidenten als deze te kunnen voorkomen.